Als er zo'n bericht komt, willen we het wel omroepen. Maar dan laten we terugbellen. Geef me je nummer maar. Ja? En dan leggen ze de naak neer. Dan is het, merk je al meteen dat het niet waar is. Weet ik genoeg. Ik zou Limburgse praten, dus dat verstaat hij al toch niet. Er zijn heel duidelijk afspraken gemaakt over de verdeling van dat geld. Nou, die som die valt wat tegen, omdat de productiekosten voor zoiets verschrikkelijk hoog schijnen te zijn. Nou, die mensen eisen gewoon een hoger bedrag, maar ze kunnen eisen wat ze willen. De contracten liggen er en er is niet meer geld. En wat dat betreft houden wij hun aan het contract en ik verwacht gewoon dat wij om 7 uur beginnen aan de wedstrijd. Zak, Zijn de mensen gearriveerd? Nou, de bus komt eraan, maar de twee mensen zijn er, Bob van Maaskant en Henk van Vliet. Oké. Ja, dat was een carro de pescao. Dat moest wel. Weten jullie spelers wat er aan de hand is? Of houden jullie ze er bewust helemaal buiten? Nee, dat soort dingen, dat regelen we zelf. Dat is onze taak. En ik vind niet dat je dat voor een wedstrijd spelers mee moet belasten. Dat hoort tot het management. Nou, ik hoop dat jullie eruit komen. Ik heb er nog altijd valse vertrouwen in. Vroeger bijna net zo'n politicus zegt ook steeds, ik heb valse vertrouwen. Het gaat allemaal mis, maar ik heb het valse vertrouwen. Hey, vamos, hey, empezamos. Carrerita, vamos aquí. 3 minutos carrerita. 3 minutos de carrera, ven. Contando bien las piernas. Deja balón, deja balón. Tú, Luis, tú. Nuestra. No pierdas, no pierdas, coño. Oscar. Rust. Tweede bal valt over je heen. Oei, 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 oei. Boom. Nee, te veel, maar dat moet. Kom, de veur moet je voor, hè? Ja, Dikkens welkom thuis, dit dan nog even. Ja. Kom, we zijn nog vast. Namens de feestcommissie en de huisvesting wil ik jullie hartelijk welkom heten. Dankjewel. Ja, er komt weinig, weinig uit, hè? Het zat erin, dankjewel. Het zat erin. Oh, wat een bende, zeg. Nee, helemaal niet. Kijk eens. Het is hartstikke leuk. Heb jij wel eens gespeeld tegen Fortuna? Ja, ja. Want je hebt meegemaakt dat jullie werden ingemaakt? 4-1 verloren, keer, ja. Ja. Dus Fortuna maakt hier nog kansen? Nou ja, zolang nog weinig die gescoord hebben, maken ze kansen. Maar in principe moeten wij toch wel kunnen winnen hier. Maar jullie hebben het altijd moeilijk gehad, hè, hier in de Baandert? Nou, dat is voor mij de eerste keer, dus ik weet het niet. Maar dat hebben ze toch wel verteld? Ja, goed, maar ja, dat zeg me weinig. Ik bedoel, dus de ene keer als de andere keer niet. Dus ik denk dat we hier allemaal weten dat wat er te doen staat. Het begin is altijd moeilijk, dus... maar ik denk dat we gaan komen voor een goed resultaat. Dus, Een aantal spelers zullen voor het eerst tegen de grote jongens gaan spelen. Ja, dat zeggen we net tegen elkaar. Sommige jonge jongens zijn wat meer met zichzelf bezig dan normaal. Dat lijkt me ook normaal. Dat ze geen eredivisie ervaring hebben. Ja. Wie wordt jouw directe tegenstander zo? Weet ik niet, zie ik zo wel. Maar als je daar zo tegenover staat, knikkende knieën? Nee, ik kan nog. Daar ben jij veel te nuchter voor? Ja, ik kan er niks aan doen. Ivo, als laatste in de kleedkamer. Ja. In de basis of niet? Nee, te bang. Dat is beter. Ja, ik wist het wel. Ik ben toch nog best wel blij dat ik bij de selectie zit. Ja, maar je bent tegen MVV opgesteld. Ja. Dus je moet hoop hebben gehad voor vandaag. Ja, maar ja, ik wist dat Robert Loontjes wel fit zou zijn. Dus ik had al een vermoeden dat ik op de bank zou zitten. Ja, ik ben toch blij. Het is toch mooi tegen PSV. Tuurlijk, is hartstikke mooi dat jullie er tegen zijn. Maar toch wat wegslikken. Ja, ik had zeker gehoopt op mijn basisplaats. Maar ja, ik had toch al een beetje rekening mee gehouden. Oké, de schoenen moeten aan, hè, want je speelt als wisselspeler. Ja. Dus misschien zit het er toch nog in. Ja, ik hoop dat ik even mag invallen. Ja. Wie weet.
Goeie wedstrijd, joh. Ja, dank je. Verloren. Vandaag houden we het uiteindelijk om. Maar het is wel PSV. Ja, oké, maar het verschilt niet zoveel. Laten we daarop houden. Nibbers? Het ging toch wel even aan de zeg maar, Eredivisie geproefd. Dat was wel leuk, man. Je stond opeens tegen de grote namen. Ja, alleen jammer dat je verloren hebt, man. Het puntje was toch wel terecht geweest van mij. Maar gespeeld zijn we niet door dan. We hebben het maximale gedaan en helaas PSV heeft ons toch klein gekregen. Ik kan er hier alleen maar van leren. En zij onze leraar. Nou, Sam, volgende week begint de competitie voor ons. Hij zegt de volgende week begint voor ons de competitie. Ja, is dat zo? Dat is lekker, hè?